er lijkt steeds minder kans te komen op verbetering in de situatie. Met de ziek zijn dat ze wat meer kan, dat lijkt niet te komen. Zal ook waarschijnlijk niet meer komen. En dat vind ik toch wel erg jammer. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn moeder, voor mijn vader. Het is gewoon heel verdrietig om hun allebei zo zien achteruit te gaan. Want des te meer het met mijn moeder achteruit gaat, des te meer mijn vader ook een soort van klein beetje achteruit gaat. Ja, kort uitgelegd heb ik een genetische afwijking waardoor ik op mijn 22e echt klachten begon te ontwikkelen. En uiteindelijk in 2015 op mijn 25e de diagnose ataxie kreeg. En dat houdt in dat mijn kleine hersenen steeds verder achteruit gaan. En eigenlijk alle functies die kleine hersenen vervullen, die gaan steeds verder achteruit. Op dit moment betekent dat dat ik voor het grootste gedeelte van de dag in een rolstoel zit en eigenlijk de andere tijd in bed doorbreng. En ja, door de rolstoel kan ik in en om het huis, kan ik weer een beetje. Wat ik eerst helemaal niet kon, dat is wel heel fijn. Maar mijn grootste wens is om met mijn gezin erop uit te kunnen. En samen herinneringen te maken. En nog zoveel mogelijk te genieten. Nou, wij proberen met die actie om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Ja, voor een auto, een rolstoelbus of auto. Zodat zij ook weer met ons mee kan doen. Als wij weer eens een dagje uit willen gaan of naar mijn ouders willen gaan. Dat ze ook gewoon op een veilige manier mee kan. Want zoals het nu gaat, met hulp lukt het nog wel lastig, moeilijk om nog in de auto te komen. Maar dat is voor haar eigenlijk te belastend. En vandaar dat we proberen zoveel mogelijk hulp te krijgen om voor een rolstoelbus of auto te gaan. Toen ze de diagnose had gekregen, toen wouden ze voor een Parkinson-rollator gaan. Omdat zij ook symptomen heeft van Parkinson. Dat zijn eigenlijk allemaal symptomen bij elkaar van verschillende ziektes. Maar dat kregen we niet vergoed vanuit de zorgverzekeraar, omdat haar ziekte niet bekend is. Dat kennen ze niet en dan vergoeden ze het niet. Want het staat niet opgenomen in hun vergoedingslijst. Ik vind dat super cool en ik vind het super lief van alle mensen die gedoneerd hebben dat ze ons willen helpen aan die bus of auto. Want dan zouden we gewoon een hoop meer leuke dingen kunnen doen. Dan zouden we, als het dadelijk allemaal weer open is, ook misschien eens een keer naar een pretpark kunnen of zo. Want dat hebben we eigenlijk nog bijna nooit gedaan. En dan ook bijvoorbeeld eens samen naar mijn opa en oma. Of weer eens een keertje samen gewoon eens op vakantie of zo. Want vakantie hebben we eigenlijk maar één ding gedaan. En daarna was mijn moeder ook aan het bag af. Nou, we zijn niet op zoek naar het nieuwste. Dat zou een bonus zijn. Maar is niet ik denk niet dat realistisch is. Maar we zoeken wel een fatsoenlijke auto of bus waarmee zij, ja, veilig vervoerd kan worden. En nogmaals, het hoeft niet het nieuwste te zijn. Maar die busjes zijn gewoon ontzettend duur. En waar we nu eigenlijk naar aan streven zijn, tenminste ik zelf zou streven naar rond 13.000, 15.000 euro. Want voor dat geld heb je tenminste een beetje een goede auto. Ik zou het heel lief vinden als jullie zouden doneren, want dat zou ons echt enorm helpen. Dan zouden we een hoop meer leuke dingen kunnen doen.